Yo mensen, Jaroski hier. Welkom bij natuurlijk weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Jaroski Plays. We hebben natuurlijk Resident Evil Village van het begin tot het einde uitgespeeld. Maar wat ik vandaag voor jullie heb is een kleine compilatie van een aantal schrikmomenten. Want ik ben heel de let's play maar een paar keer geschrokken. Er is niet zoveel gebeurd, maar een paar keer. Dus ik dacht, het is leuk om het allemaal achter elkaar te zetten. Dus vind je dit nou ook leuk? Ram natuurlijk tussen Skyler blijven zou ik heel erg gaaf vinden. Want ik heb het nog nooit eerder gedaan. Maar natuurlijk is het leuk om ook af en toe wat ander soort video's te zien. Dus bij deze, geniet ervan. Ram op die like knop. En tot natuurlijk ook weer de volgende video. Het is dat we dit al een keer hebben meegemaakt. Dat ik er gewoon vol doorheen loop. Oh, die netter. Ik loop gewoon door, er is niks aan het handje, die leefde nog namelijk. Rustig in de kast kijken. Nou, daar ben ik niet bang voor. Holy knetter! Daar loopt... Jongens. Holy shit! Rustig, jongen! Hoe are you? Wacht, er leeft daar nog iets. Holy shit! Gadverdamme, jongen! Nou, daar ging mijn vinger. Twee vingers zelf ben ik kwijt. What are you doing? Hey! Hey! Are you okay? Bro! Oh, hij verandert dus om! No! Ze houden wel alles netjes bij. Holy shit! Ah, gadverdamme, jongen. I can't believe Cassandra caused all this mess. Hoe moet je nou? Oh, je gaat er gewoon doorheen! Oké, die kon ik eigenlijk wel verwachten, ja, dat je er doorheen ging. Dat kon ik eigenlijk wel verwachten. Ze is zo creepy, maar... Oh nee, die skull die lacht zelfs mee omdat ze ermee beweegt. Die hele kaak zit los namelijk. Oei! Shit! Blackheart let you get away. Ze weten we in ieder geval iets. Jij leeft niet meer, hè? God damn it ook. Holy shit! Ik zag je niet, jou! Oké, dan gaan we die hoofden er alvast naartoe brengen. Stupid man thing! Oh mijn god. You won't live. Doei! Even if you run. Never mind! De ingang is dicht. Wow, yo. Holy shit. Ik zei het, hij ligt onder water. Let's go dan maar op een klein avontuurtje hier. Jesus. Serieus, jongens? Oh. Oh, ik zie de code. Oh! God damn it. Ik zag de code staan, bro. Dat is ook echt heel dom om te doen, maar we moeten toch echt deze kant op. Oh! Kom je heen even, dat is niet... Niet! Dankjewel! Er zat ook niet een adres of een huis bij. Ik schrok niet van je hoor. Geen probleem. Even rustig het gebouwtje in. Oh, hallo! Waar kom jij in één keer vandaan, joh? Die lag hier gewoon op ons te wachten. Oké, dit was niet handig. Ik had beter die andere route kunnen pakken. Holy shit, je leeft toch gewoon nog? Hij stuurt gewoon de andere troepen op ons af. Oh, yo! Hij komt... Jesus, hij komt wel naar beneden! Oi, oi, oi! Voor die machine waar we net waren. Hè, vriend? Ja, ah, Jesus! Ik wist het ook gewoon. Ik zat erop te wachten. 3, 2, 1, go! Holy! Ik heb het! Kijk eens aan. Holy shit! Wajo, wajo, wajo! Jesus! Oi, 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 die zag ik even niet aankomen. Ik wil naar die kamer toe. Wow, 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 kom je even daar! Wow! Zo, die was bijna in mijn kop, joh! Wow, yo! Wow, yo, ik wilde door die deur heen.
Wacht jij eens eventjes, jongen. Hallo? Jesus. Oh, dat is Chris. Chris, wat doe jij hier, ouwe? You are in the way.